Een hele goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer dinsdag en het is de 18e september. En we leven om 19 minuten over 10. Ja, mijn lieftal huishoudelijke hulp die is alweer boven bezig. We hebben eerst lekker een bakje koffie gedaan, dus ja, dat was even genieten. Maar ja, dan moet je toch weer aan de slag. Ja, ik moet zo ook aan de slag. Dus komt allemaal goed. Ik wens jullie van allemaal eerst een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog natuurlijk van Corinna en de Beestenbol. Eentje is er hier met water drinken, dat is mijn prinsesje. En mijn hondje legt lekker op de bank, dus ja, wat wil je nog meer? Deur die staat op de haak, want het is prachtig mooi weer. Enkel dat waait nog hard. Ja, dus ik heb hem op de kleinere haak. Ze kunnen wel naar buiten en naar binnen, maar... ik wil geen zand in mijn huis hebben, nee. Want dat waait weer omhoog, dat stoof weer, nou, dat hoeft voor mij niet. En ja, voor de rest rustig aan doen, kalmpjes aan doen. Want het gaat nog warmer worden weer. Ja, is tenminste verteld, hè. Of het zo is nog eerst afwachten. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaat. Al is het nog zo klein, geniet ervan. Doei, doei. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is 12:03. Ik heb mijn lunch alweer voor mijn neus staan, althans op de eettafel. Rebecca is ook alweer weg, dus ja, ik ben weer alleen. Maar ik is zo ja, dat wil je niet geloven. Dus ik ga zo meteen een uiltje knappen. Ik heb de boel alweer op slot. Ik ga mijn eten doen en ik doe mijn koffie. Mijn hondje lekker gezellig met me mee naar boven. Ik ga eventjes natuurlijk hier. Ik heb met niemand rekening te houden. Ik weet ook niet of het bezoek komt ja of nee. Nou, die hebben maar pech dan. Ja, ik weet het niet. Er is mij niks medegedeeld dat ze komen ja of nee. Dus we wachten het af. En ik ga even lekker slapen. Ja, wat een dag, wat een dag. Maar oké, komt goed. En zie ze vliegen. Hij zag een vlieg en die een pesten. Maar oké, lieve vrienden, dat heeft iedereen denk ik wel eens. Hè. Dat is even een dagje, ja, dat ze echt moe zijn. Komt ook omdat ik een aantal slechte nachten achter de rug heb gehad. En ja, dan wil je wel eens een dag hebben dat je zegt van ik ga even terug. En dat bij deze het geval, ja. Die challenge, nou ja, dat komt nog wel even. Dan moet ik even mijn kopje bij gebruiken. Dus Karin, dat komt ook goed. Ja. En, ja, alles komt goed. TZT. Wat ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Het is nog lekker bij tijd. Dus ja, doe er wat mee. En geniet ervan. Ik zou zeggen, doei doei. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is hoe laat leven, jeetje. 14:42. Ja, en het is ook nog steeds 18 september. Ik zal eerst mijn hondje helpen, die is net buiten geweest. Hé, die moet dat ding weer even af, hè. Ja. Komt u maar, goed zo. Dat, ja, we hebben lekker eventjes gekoest. Oftewel, eventjes een uiltje geknapt. En dan knap je het dan toch weer op en dan ga ik straks eventjes weg. Neem jullie niet mee, maar zaterdagmiddag moet ik om 2:00 ergens zijn. Cape Holland, de Oude Rijkswerf is dat. Daar zijn jullie ook al vaker geweest met mij. Maar nu ben ik uitgenodigd door een maatje van mij. De heer Dick Bres, hebben jullie nog nooit gezien. Ik denk dat jullie hem nou wel zullen gaan zien, ik weet het niet hoe en wat. Want ik neem dus de GoPro mee voor op de booster. Ik neem mijn handcamera mee, deze. En dan gaan wij dat is voor de toegankelijkheid voor mensen met een scootmobiel en een rolstoel, etc.
de toegankelijkheid voor in Den Helder. Waar we tegenaan lopen, wat niet goed is of wat wel juist een duimpje verdient. Dat gaan we dus zaterdag ondervinden. En dat is dan op Cape Holland zelf hoor. Niet in de stad, zover ik begrepen heb, maar in op Cape Holland zelf. Nou, ik ben benieuwd wat dat... Want ik weet, bij sommige bouwen zit er niet een schuine talud dat je naar binnen kan. Het is dus hoog, dus dan kan je niet naar binnen. Mits er een plank of een plaat voor leggen. Maar ja, dat is dan iets heel anders, hè? Ja. Het moet wel echt goed toegankelijk wezen. Dat je geen cabriolen uit moet halen. En dat je dan jezelf pijn doet. Dat is niet de bedoeling. Want ik heb ook een winkel, daar kan ik rustig inkomen. Of er een plaat voor legt. Maar dan krijg je toch nog ongeveer zo een randje. Maar dat is een rotrand. Dat is niet... Die voel je dus in je rug. En dat kan dus ook zeer doen in je rug. Bij wie dan ook. Dus ja, dat is niet lekker dan. Maar dat zullen we zaterdag gaan beleven. Nu ga ik eventjes weg. En dat is dan gewoon voor mijn mobiel. Waar ik Pokémon Go op heb. Want ik moet ook cadeautjes geven. En ik heb geen cadeautjes meer. Dus ja, ik moet halen bij Pokémon Stops. Dus we zullen het beleven hoor wat. En dan zien we het wel. Ja, ik ga nog eens wel lekker een bakje koffie doen. En daarna ga ik eventjes weg. Maar ik blijf toch niet lang. Het is even over Cape Holland en daar staan genoeg van die dingen. En dan heb ik toch weer goud dat mijn rugtas weer vol is. Ja, maar het komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie. Dag. En ik zie jullie straks als ik weer thuis ben. Ik zou zeggen, tot dan. Ja, weer een hele goede namiddag allemaal. Ja, ik ben weer thuis. Ik ben weer terug van weg geweest. Ik heb gelijk even wat boodschapjes gedaan. Niet veel. Had niet veel nodig. Maar dan heb ik alweer opgeruimd. En ik heb even een bouwtje meegenomen. Lekker bij een bakje koffie. En dan even bijkomen, want het waait hard. Haha, het was voorspeld, maar dat het zo hard een keer zou gaan met het prachtige weer. En dan zo'n storm. Jeetje, ik had houden en keren met mijn stuur. Ja, dat ging helemaal heen en weer. Ik zat helemaal echt te schokken. Ik dacht, nou, ja, wind vanaf de zee. En het gaat echt te keer hoor. Ja. De bloemen waar je hier zelfs in huis hebt. Zo erg. Vitrage in de koffer te terughalen, dat buiten tegen de muur aan vast zit. Maar ja, ik heb een pret niet drukken. Ga eerst aan de kant rooien. Ik heb koffiewater op staan en even hopen, dat was de stoel. Even een bakje koffie. En een bounty erbij. Lekker, lekker, lekker. Ja. En dan zou Mitchell donderdag weer komen. Want ja, ik heb tomaten. Die worden al aardig rijp. Dus ja, ze staan mooi in het licht voor het raam. En mijn koffiewater is ook klaar. Dus eventjes dat inschenken. Zo. En dan heb ik nog wat. En dat vind ik zelf niet leuk hoor. Nee, aan één kant niet. Nee. Even zien hoor. Hier hangt een briefje. Die onderste. Daar staat het op. Ik weet niet of jullie het lezen kunnen. En dan lees ik het wel even voor. Lijkt me wel zo handig. Toch? Dinsdag 9 oktober, vanaf morgen 7 uur al, tot 's middags 4 uur, wordt er hier gewerkt. Niet door mij, nee, kan ik niet. Krijg ik nieuwe gasleidingen en elektra van buitenaf mijn huis in.
krijg ook in mijn meterkast een slimme meter. Dus. Maar dan heb ik dus geen elektra. Ik kan niet koken. Ik kan niet voor de computer. Ik kan geen plaatjes maken. Ik kan niet op Facebook. Ik kan niks. Ik kan hooguit wanneer ik ervoor zorg en als ik het niet vergeet dat dit allemaal vol is en mijn mobiel. Dat ik dan wel kan vloggen. En misschien mijn mobiel heel eventjes op Facebook kan. Maar ik denk het niet. Dat... Ik heb het namelijk niet op mijn mobiel Facebook. En ik heb er een hekel aan. Want dan moet je ook weer meeschengen. Hou op. Als het afgelopen is en ik heb weer normaal stroom en alles. En alles doet het weer. Gaat het gelijk weer ook van mijn mobiel af. Ja. Ik moet zoiets niet op mijn mobiel hebben, want dan krijg je helemaal geen rust, vind ik. Ja, je kunt uitzetten, ja. Je kunt zoveel uitzetten, je kunt ook zoveel aanzetten, maar nee. Je kunt er ook afhouden en afhalen of zo. Ja, dat is een auto. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga genieten van mijn bakje koffie en mijn Bounty. En dan eventjes time-out. Ja, ga ik eventjes voor de pc. En dan zien we wel wat ik ga doen. Ik zou zeggen, tot straks lieve vrienden. En smakelijk eten alvast. Ja. En tot later op de avond. Ja, lieve vrienden. De diertjes hebben allemaal al eten gehad. Enkel meneertje hondje die was een beetje eigenwijs aan het doen. Dus ja, het heeft even tijd in beslag genomen. Nou ga ik mijn eten klaarmaken. Ik heb dus nog van zondag over. Kijk. Dat ga ik eten. En ik doe er gewoon wat witte rijst er doorheen. En dan heb ik mijn maaltje ook wel weer klaar. Ja toch? Vind ik van wel. Dat, ja, ik ga dus lekker eten. Ik heb mijn wijn al klaar staan. De waterkoker nog aan voor koffie. En dan is het straks smullen. Dat ik zou zeggen. Tot later. Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. En ja, het is alweer morgen. Het is 2:45, 2:45. Hooglopende tijd voor mij. Mijn bezem te pakken en naar boven te vliegen. Ja. We gaan alweer lekker slapen. Mijn hondje die legt lekker op de bank. Hij was vanavond niet al te lief. Nee, hij deed me meer pijn dan wat anders. Om mijn benen door en dit doen en dat doen en nu ja. Ik ben een paar keer even op een boos geweest. En nou ligt hij te matten te klopperen met zijn steurt. Ja, 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 met die steurtje, hè. Ja, mijn loodje. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, welterusten, lekker slapen. Straks weer gezond, toch? En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja, lieve vrienden, het is weer een nieuwe dag. Dus ik wens jullie allen een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ja. En ja, mijn surrogaatzusje Wilma, die komt zo meteen. Die hebben jullie al een keer gezien in mijn verjaardag. En we gaan vanmiddag lekker even Pokémonnen. Ja, met z'n tweeën is ook wel weer eens een keertje leuk om het met haar te doen in plaats van met Mitchell. En we leven vandaag op, even zien, 19 september. En het is 12:23 en ik moet nog even een bakje koffie hebben en mijn lunchje. En nou, mijn zusje wil wel een beker thee, want daar is zij wel voor. Dus ja, we gaan een leuke middag ervan maken. Simpel zat. Wat jou, Wilma? Ja, hè? We gaan er een leuke dag van maken, hè? Ja. We gaan er een leuke middag van maken, hè? Ja. Ze zegt, maar ja, ze komt verwaaid binnen, dus vlokken we maar even niet. Ze zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, en daar zijn we weer eventjes. Mijn zusje zit al klaar, ingepakt in een jas. Ik moet nog. En dan gaan we lekker de Pokémonnen. Ja, ja. Doen we goed, of niet dan? Ja, hè? Ja. Dus ik zou zeggen, ik neem de handcamera mee,
Want als ik iets moois zie waar zij me mee naartoe neemt, dan gaat het ook op de vlog. Simpel zat. Ze zeggen tot straks, lieve mensen. Hallo lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, het is op mijn horloge 6:04. Ik weet niet of ik op mijn camera wel een klok heb. Weet ik niet eens. Hoe dom kan ik wezen? Ja, ik zie het niet. Ik ben kippig. Ik ga in ieder geval mijn vlees bakken. Ik ga een vleesje pakken. En nu ga ik zo lekker even kruiden en bakken. Ik ben nog nergens toegekomen, want ik heb het heel druk gehad met allerlei telefoontjes en dingetjes regelen. Mijn ene moderatrice, die ligt weer helaas in het ziekenhuis, is weer opgenomen. Dus ja, ik heb er hoofdpijn van. Maar ja, beter gewoon hoofdpijn hebben, ook al is dat niet leuk, dan in het ziekenhuis te liggen. Ja, dat is minder leuk. Heel erg. Ja, ik ga vleesje bakken voor mezelf, daarna ga ik voor jullie zorgen en daarna weer voor mezelf verder. Ja? Oké. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En degene die nog eten moeten, eet smakelijk. En een hele fijne avond gewenst. En dat was mijn foon. En ik kom straks nog wel even weer een keer retour. Zeggen tot straks. Was jij blij dat je met je staartje aan het kwispelen was? He? Ben jij blij, man? Waarvoor ben jij blij? Ja, oh, hey, jeuk. En dan moet je klauwen, hè? Maar je hebt geen vlootjes, nee. En ben je op gecontroleerd, je hebt niks? Nee! Dan hebben we er nog één. Ja, ik druk even de diertjes weer. Ja. Even mijn diertjes weer in beeld. Waar is de rest? Daar ligt er één. En daar zit er één. Die komt al hier. Oh ja, natuurlijk. Jij moet in beeld, hè, schat? Dit is mijn prinsesje. Ja, dit is mijn prinsesje. Ja. Ja, en hij blijft maar last hebben van zijn oortjes en ik weet niet wat ik eraan doen moet, want ik behandel hem wel en dat gaat allemaal toch wel goed, maar ik denk dat hij in een circuele cirkel zit. Ja, visuele cirkel, weet ik veel. En we begrijpen elkaar wel, hè? Ja, wat een dikkie, hè? Ja, potte dikkie, hè? Godje, dikkie doosje. En die is ook zo lief. Hé, mijn meisje. Ja, potte dikkie, ja. Het is ook wat allemaal. Hoe doen we dat nou? Moet ik mijn klepje weer omhoog doen? En dan moet ik een lange vingernagel van hebben. Zo, dan benen we weer. Ja, en mijn water had gekomen voor de koffie. Ik heb mijn eten al op en de aanrecht is weer aan kant. De vaatwasser die is aan het draaien. Dus dat gaat allemaal goed. Hé, kerel. Ja, nou, en mijn water had gekookt, dus ik ga even een bakje in me schenken. Zo, bakje koffie. Kan ik ook weer genieten. Ja, dan gaan we dat even naar voren brengen. Maak even door, lieverd. Goed zo. Je moet je dingen om. Je muilkorf, schat. Je moet even je muilkorf om. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom. 1, 2, kom eens hier. Ja, anders kom jij niet buiten, want ik weet precies wat jij gaat doen. Kom maar. Ja, jij mag ook nog naar buiten. En de rest blijft binnen. Zo. Ja, ik moet bij hondje Woef af. Moet ik de muilkorf omdoen. Want anders dan, in een onbewaakt ogenblik zit hij weer aan zijn kont, hè. En ik zie er niet uit. Nee, ik zweet met het apenzuur. Maar ja, maakt ook niet uit.
als we straks binnen zijn, dan doe ik de deur op een klein haakje, dat er frisse lucht naar binnen komt. En dan komt dat ook wel weer goed. Zometeen GTST. Wie is er nog meer fan van? Ik wel, ja. En ik weet er nog één, maar die kijkt op een andere manier. Die kijkt vanavond laat. Nee, doe ik niet. Heb ik geen zin in. Nee. Ik blijf lekker in mijn eigen ritueeltje. S'avonds om 8 uur heb ik GTST. Neem ik geen telefoon, niks aan. Nee. Dus ja, en ik zie de maan. Ja, ik zie de maan. En het is nog niet eens niet donker. Maar ja, hij staat de hele dag er al. Dus wat dat er gaat. Een debat. Nee, het zal. Ook geen verstand van. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. En ik zou zeggen, ook voor later, wel te rusten. Slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op en God zegen. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.